Denk je aan ruimtevaart, dan denk je misschien niet meteen aan Heerlen bij Roosendaal. Toch wordt daar gewerkt aan het neusje van de zalm als het gaat om raketmotoren. Het bedrijf Bradford Space heeft daar een milieuvriendelijke brandstof ontwikkeld voor raketten. Links, daar wordt een voortstuwingssysteem samengebouwd, wat zoveel betekent als raketmotoren om in de ruimte een satelliet naar een bepaalde baan toe te brengen en om hem stabiel te houden. Satellieten in de ruimte worden aangedreven door raketmotoren. En nog steeds is de meest gebruikte brandstof hiervoor hydrazine. Maar deze brandstof is extreem explosief en uiterst giftig. Een klein beetje aanraking met zo'n brandstof kan brand worden veroorzaken, kan kanker veroorzaken. Dat is heel, heel erg agressief spul. In Heerlen werkten ze daarom 20 jaar aan een alternatief. Een systeem met een raketmotor dat draait op groene brandstof. En eigenlijk is het zelfs een brandstof die te drinken is. Je moet er nou wel best veel water drinken om het zeg maar te kunnen filteren. Maar het is niet gevaarlijk voor de menselijke gezondheid. De brandstof heeft ook nog eens betere eigenschappen dan hydrazine, waardoor satellieten nog grotere afstanden kunnen afleggen. Simpelweg, uit hetzelfde volume haal je 20% meer vermogen en kun je dus 20% verder gaan dan met de traditionele brandstoffen. Je krijgt hier dan een temperatuur tot 1900 graden Celsius. En dan krijg je een kracht, zeg maar, dan komt er hier de vlam uit en de kracht die genereert zich in de andere richting. Dus je krijgt eigenlijk een raketvoortstuwing in de andere kant, in de andere richting. Bij Bradford Space leveren ze de motoren en de brandstof. De satellieten worden dan weer bij andere bedrijven afgebouwd en uitgerust met onderzoeksapparatuur. Het zou heel cool zijn als wij inderdaad met een Bradford systeem zo diep de ruimte in kunnen gaan dat we dingen kunnen zien die we nooit eerder hebben kunnen ontdekken. Deep space waar niemand ooit aan gedacht heeft of de mogelijkheden had kunnen voorspellen. Er is veel interesse voor de nieuwe techniek, vooral in Amerika, waar zo'n 3/4 van de markt van Bradford zit. En dan hopen wij tot de 3-4-voudige van de huidige bedrijf te kunnen gaan groeien op zijn minst. Heerlen als het Silicon Valley van de ruimtevaart in Nederland. Directeur Van Put ziet het wel zitten. Ja, laten we het hopen.